Nou, slimme thermostaat. Kies je dus om eigenlijk gewoon minder omkijk te hebben naar een thermostaat. Dit is een voorbeeld, de Google Nest. Je hebt tegenwoordig al drie nesten. Dit is de tweede. En je hebt natuurlijk heel veel andere opties qua slimme thermostaat. Maar het gaat nu meer, zeg maar, wat is het doel van zo'n apparaat? De meeste zijn mooi en dat is voor sommige mensen een aanschafreden. Maar het belangrijkste is dat ze geld besparen. Op je gasrekening. En dat zijn natuurlijk de grootste kosten, want we hebben het vaak over de zonnepanelen. Maar eigenlijk, als je kijkt naar de gasrekening, is het natuurlijk veel meer. En een slimme thermostaat, zoals een moderne, zoals deze, die kan circa 15% besparen na een aantal weken in leren. En dat betekent dat die met 15% besparen tot hij in 2 jaar is terugverdiend. Nou, laat dat heel optimistisch zijn. Dan is dat misschien 3 jaar, maar uiteindelijk verdien je dus zo'n investering terug en heb je ook nog gewoon een mooi apparaat. Het idee is gewoon simpel: je komt thuis. De Nest weet dat, althans na die aantal weken inleren. De radiatoren gaan aan als het nodig is. En die bepalen dus precies van zo warm moet het worden, niet te hoog, niet te laag. En dat wordt allemaal centraal geregeld vanuit de slimme thermostaat. Nou, de moderne modellen die registreren of je aanwezig bent of niet. En meestal, hoe nieuwer een slimme thermostaat, hoe beter die detectie is. Want in het begin was dat niet echt super goed, moet ik eerlijk zeggen. Inmiddels is het een heel stuk beter geworden. Plus, je kan natuurlijk gewoon, gewoon je weekschema gewoon instellen. Dus als je gewoon de temperatuur verzet gedurende de dag, gaat de Nest dat leren. En dat gaat hij dan gewoon iedere week gewoon opnieuw gewoon regenereren. Dus dan heeft hij gewoon precies jouw weekpatroon. Nou, ben je een keer toch plotseling een dag vrij of ga je een keer later naar bed, dan kun je dat natuurlijk gewoon handmatig bijstellen. En dan zal hij dat ook gewoon aanhouden en daarna ook weer uitschakelen natuurlijk. Nou, vervolgens kun je met je telefoon natuurlijk alles regelen met een app. Je hebt verschillende apps natuurlijk voor iedere. Die heeft zijn eigen app. Je kan het vervolgens ook doen op je tablet, op de bank. Zodat echt gewoon alles gewoon, ja, vanuit een makkelijke positie wordt geregeld. Lerend. En op die manier bespaar je dus door het gebruik van een slimme thermostaat op de energierekening. Wat toch heel veel mensen helpt. En daarnaast is het dus ook gewoon, ja, wat mensen belangrijk vinden. Mooi, modern. Ze kunnen alles registreren. Je kan gewoon terugkijken in de tijd van hoe is jouw energieverbruik geweest. En dan geeft het gewoon een hele leuke meerwaarde in huis die tevens gewoon de investering terugverdient. Maar goed, het is natuurlijk niet allemaal perfect. Andere bronnen registreert hij natuurlijk niet, behalve de temperatuur. Maar het ligt natuurlijk ook aan hoe ver is de meetapparatuur van zo'n slimme thermostaat af. Dus daar blijf je altijd rekening mee houden. En het is dus nooit helemaal perfect. Het geeft gewoon iets meer gemak, slimmer, registreert wat meer. Dus daardoor wat besparend en leuk om te zien op je telefoon, op je laptop. En zo kun je gewoon ja, toch wel heel wat mooie apparaat tegenwoordig kopen. Wat veel meer is dan de ouderwetse draai-honeywell ouderwetse thermostaat. Dus dat kan heel leuk zijn. In mijn ogen ook goed besparend. En dat vind ik zelf het allerbelangrijkste. En in de test gaan we alle modellen bij elkaar zetten, met elkaar ook vergelijken. En mocht je het in de YouTube, zal ik de link even onder de video zetten.